Hey, hoi, Petra van www.businessdiva.nl hier. Dit keer een tip hoe marketing ook kan. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb geen opleiding op school gedaan als marketeer of wat dan ook. Dat bestond trouwens nog niet in mijn tijd dat ik naar school ging. Maar ik heb wel twee opleidingen gedaan tot internetmarketeer. En daarnaast ben ik heel creatief, zo werkt mijn brein. Ik ben een echte beelddenker. En voorheen vond ik marketing niet leuk, want ik begreep eigenlijk niet zo goed wat het was en hoe je het moest doen. En ik had er plaatjes bij dat heel ingewikkeld was en moeilijk. En dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. En het is belangrijk voor je bedrijf dat je aan marketing doet. Sterker nog, ik denk dat ik nou 70% van mijn tijd kwijt ben aan marketing. En dat vind ik te gek. En ik plan dat ook gewoon in. Ik plan daar echt dagen voor in mijn agenda in. En dan doe ik niks anders dan alleen maar dat. Maar ik weet inmiddels hoe cool het is. En hoe leuk het is. Dat ga ik je ook leren in het Be Your Business Diva programma. Die vanaf september 2013 online gaat. Maar marketing is voor mij niet meer en minder. Zorg dat mensen weten dat ik besta. Wat ik doe. Dat ik producten heb. En wat ik voor ze kan betekenen. Offline is dat de supermarkt bijvoorbeeld. Of de grote ketens. Of de markt. Nou ja, er zijn enorm veel mogelijkheden om dat offline te doen. Maar online zijn er ook heel veel mogelijkheden. Internet, dat is echt... Wauw, er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden. En één tip die ik je graag wil geven... is gaan blog maken. En wat is een blog? Een blog is eigenlijk wat ik doe. Alleen door mijn beelddenken vind ik de taal wat lastig hier en daar. En ik vind het makkelijk om gewoon even een video op te nemen. Maar het is ook een blog. Oftewel, je gaat iets vertellen. Je gaat een stukje van jouw kennis delen. Als je dat gedaan hebt en je zet hem op je eigen site, dan kan je hem natuurlijk op Twitter vermelden, op Facebook, op LinkedIn. Verschillende mogelijkheden. Maar er is nog wat je ermee kan doen. Je kan op zoek gaan naar mensen die jouw blog op hun site willen plaatsen. En dat is cool. En waarom? Ten eerste vindt Google dat leuk. Nou ja, als je niet op de eerste pagina staat bij Google, nou twee wil ook nog wel. Drie en daarna is het eigenlijk gewoon einde verhaal. Dus het is marketing is vooral bedoeld om te zorgen dat je op de eerste pagina bij Google komt. Maar ook dat mensen kunnen zien wie je bent. Zeker jouw potentiële klanten, dat is nodig. Want die gaan echt niet meteen bij jou wat kopen. Hoe gaaf je zelf ook je product vindt. Je hebt daar gewoon... Mensen moeten aan je snuffelen, aan je ruiken. Wie is zij? Wat doet zij? Dus je gaat mensen benaderen met een verzoek van... Hey, zou je het gaaf vinden om mijn blog op jouw site te vermelden? En dan kan je linken uitwisselen van de website. En dat hoef je niet met één te doen, dat kan je met meerdere doen. En voordat je het weet, gaan de mensen daar op die website ook jouw bericht lezen, ook jouw blog. Of je nou in videovorm doet of in tekstvorm, dat maakt niet uit. En die hebben echt zoiets van, nou, ik ga toch eens even kijken op die site. Op dat moment zijn ze al meer geïnteresseerd dan dat ze toevallig op je site komen. Dus daarom is het belangrijk om te gaan bloggen en start er gewoon nu mee. En alle overtuigingen waar je last van hebt, aan de kant, gewoon doen. Dank je voor je tijd en je aandacht en tot de volgende keer. Oh ja, heb je een vraag of opmerking? Laat het achter, dan kom ik daar zeker op terug. Wil je deze video gebruiken voor je eigen site als blog zijnde? Helemaal te gek. Wil je hem delen in social media? Ook helemaal super. En dan dank je voor je tijd en je aandacht. Oh nee, heb jij trouwens al mijn mini-cursus in 7 stappen naar financiële vrijheid? Als je het nog niet hebt, ga even boven op de site. Geef je op en dan heb je echt binnen een paar minuten heb je de eerste mail in de brievenbus. Tot de volgende keer. Hoi hoi.